Huh? Waar zijn we? Zijn we in Vietnam? Poeh, het is hier wel echt heel erg warm. En plakkerig. Ik zweet helemaal. Kom, laten we eens rondkijken. Maar wees voorzichtig, er liggen hier overal dozen. Wat? Auw! Wat is er aan de hand? Wie zijn jullie? Zijn we ontdekt? Oh, hoi. Het spijt ons. We willen jullie niet laten schrikken. We zijn geen dieven. We willen alleen maar naar Vietnam reizen en hier christenen ontmoeten. Je wilt christenen in Vietnam bezoeken en je komt hier terecht? Dat moet Gods plan zijn. Waarom? Wie zijn jullie en waar zijn we eigenlijk? Ik ben Song en jullie zijn in een geheime opslagplaats beland. Ik denk niet dat dit toeval is, dus ik zal jullie een geheim vertellen. In deze dozen zitten Vietnamese kinderbijbels. Ik wilde er vandaag in het geheim een paar naar een afgelegen christelijk dorp brengen, maar... ja, dat lukt me niet alleen. Ik denk dat God jullie heeft gestuurd. Kunnen jullie helpen? Natuurlijk! Kinderbijbels zijn geweldig! Ja, en ze hebben veel plaatjes! Waar moeten we de dozen naartoe brengen? Niet alle dozen. We gaan de jungle in met een brommer. Dus we kunnen er maar een paar meenemen. Weet jullie het zeker? Het kan gevaarlijk zijn. Waarom? Nou, we gaan naar een christelijk dorp van de Hmong. Dat is een inheemse stam die hier in Vietnam in de natuur leeft. De mensen hier in Vietnam, die haten ze. Als de mensen erachter komen dat deze Hmong die we bezoeken christen zijn, krijgen ze nog veel meer problemen dan ze nu al hebben. Dus ze worden vervolgd? Hoe oneerlijk! Ik zou hen graag helpen. Wat vind jij, Hanna? Absoluut. Kom, we gaan meteen aan de slag, Levi. Geweldig. Hier, neem wat bijbels mee en dan zien we elkaar buiten. Oké, Levi, jij kan met mij mee rijden. Hanna, jij pakt die andere scooter. Pak ook een helm. Zijn jullie klaar? En als iemand ons volgt, blijf dan bij mij. Volgen? Wie? Als alles goed gaat, niemand. Laten we gaan. Oh nee, daar was ik al bang voor. Hanna, gas geven! Song, wat is er net gebeurd? Werden we echt gevolgd? Is hij nu weg? Ik denk het, dat was een politieagent, maar hij verloor ons uit het oog. Hanna, jij reed echt goed. En Levi, je hebt je goed vastgehouden. Hebben we de bijbels nog? 1, 2, 3, 9, 10. Ja, alles is er nog. Heel fijn. Het is niet zo ver meer. We zijn er bijna. Houden jullie het nog vol? Ja, zeker wel. We zijn er. Hallo. Welkom, Zoom. Heb je gasten meegebracht? Ja, dat zijn Hanna en Levi. Ze hebben me geholpen de bijbels te brengen. Ja, dat was echt heftig. We werden gevolgd en toen... Nou, ik ben blij dat jullie veilig zijn aangekomen. Prijs God. Hebben jullie de bijbels meegenomen? Mag ik ze zien? Natuurlijk, dit is degene die je wou. En hier, Hanna en Levi, verdeel de rest onder de kinderen. Alsjeblieft. Hier is de jouwe. Hier is eentje voor jou. Hier, nog eentje voor jou. Oké, ik heb geen bijbels meer. Ik ook niet. Alles uitgedeeld. Tong? Ja? Heeft de dorpsoudste de bijbel meegenomen voor een kleinkind? Of is het voor hemzelf? Nee, dat is voor hemzelf. Hij kan niet zo goed lezen. De plaatjes en de eenvoudige taal helpen hem om de bijbel te begrijpen. Wat geweldig dat kinderbijbels door iedereen gebruikt kunnen worden. We zijn tenslotte allemaal kinderen van God. Precies. Song, het was zo leuk om je te helpen. Bedankt voor je vertrouwen. We zullen blijven bidden voor jou en de vervolgde christenen in Vietnam. Ontzettend bedankt. Tot snel!